Jules die vindt die sneeuw maar niks. Hij gaat even naar buiten. Ja. Een beetje in de sneeuw poepen. Hè? Ja. En dan vindt hij het weer mooi geweest. Hè? En 's morgens, als het nog donker is, dan gaat hij gewoon een uur stappen. Hè? En dan gaat hij zo de kliko opspringen misschien. Ja, en via de kliko op de muur en de wijde wereld in. Hè? Toch, Jules? Ja. Kijk, zo kan ik helemaal geen mooie filmopname van jou maken. Hè? Ja, hoe moet dat nou? Hij vindt het maar niks. Aan de ene kant. Aan de andere kant is hij natuurlijk wel nieuwsgierig. Want hierachter staat zijn drinkbakje. Ja, de vogelbak. Maar dat is natuurlijk één klont ijs geworden, hè. Ja, even kijken of er nog actie komt. Ja. Nou, hij wil dus maar één ding. Hé, Jules. Gewoon hup. Lekker de warme kamer in. Ja. Even kijken waar hij nou naartoe gaat. Nou wil hij voor eruit. Hier ligt hij de halve dag te slapen. En dan is het weer kijken voor het raam, hè. Zegt Jules. Komen er leuke poesjes voorbij, hè. Ja. Ja, die ene, hè. Dan ben je wel een beetje... Ja. Nou. We stoppen er even mee. Zeg maar dag, Jules. Wat zeg je dan? Julietje. Zeg je nog dag tegen Mabel? Ja? Nee, dat kan er niet meer af. Dan moet hij weer wat anders doen. Dan wordt hij weer een vogel. Hij is er maar druk mee. Ja, dan nou, zeggen we nog dag. Phil. Ja? Zeggen we nog dag. Oké. Dag Jules.